In maart afgelopen jaar zijn Robert Le Poutre en Roland Pansier benaderd door Bacchus met de vraag of zij interesse hadden om de zaak te verkopen. Bacchus groeit snel en wilde gelijk 4 cafés overnemen. En vanwege een aantal redenen leek het de eigenaar een goed moment om het stokje over te dragen. We worden 58 en 60. We beginnen opvolgers, dus dan op een gegeven moment hebben we elkaar diep in de ogen gekeken en zeggen we springen op die trein die voorbij komt. En van het een kwam het ander, is natuurlijk een proces van maanden geweest in gesprek met elkaar. Maar einde van dit jaar, rond november, december, hebben wij in december eigenlijk zijn de laatste handtekeningen gezet. En hebben wij besloten om dat te gaan communiceren en vandaar dat we hier staan. Dat communiceren met de medewerkers was niet makkelijk voor de eigenaren. Het moment waar ik het meeste knoop van in mijn buik heb was afgelopen maandagmorgen dat ik het met medewerkers en zondagavond met medewerkers moest vertellen. Emotioneel. Maar we hebben ook hele diepe dalen gekend met, wil ik ook refereren, aan 8 overvallen die we meegemaakt hebben in de laatste 20 jaar. Dat zijn de dieptepunten. En de hoogtepunten zijn de feestjes die we met elkaar gevierd hebben, het lachen, de geboortes die geweest zijn hier, de mensen die 25 jaar in dienst waren, 40 jaar in dienst waren, openingen van zaken, verbouwingen van zaken. Dat zijn de hoogtepunten zakelijk. Hè. Dat, mijn vader die is in 2013 gestorven. En, ik moet zeggen dat ik een foto heb ik daar staan en graven in zo'n kastje en, in het restaurant. En, ben ik wel een paar keer langsgelopen voordat ik mensen ging inlichten. Dat heeft veel impact. Emotioneel zitten wij in een, noem het maar een beetje rouw. En rationeel zeggen we dit is verstandig. Voor de grote groep medewerkers die we hebben. En voor onszelf en voor de oude dag. En geen opvolgers. En, ja, het is een vrij zwaar beroep. Je hebt het niet over 38 uur in de week, maar eerder van 60, 70. En dat hebben we 30 jaar gedaan. Ja. De twee mannen behouden hun plekje in Os nog wel, maar ook daar hebben ze nieuwe plannen mee. Het is nu nog een restaurant cafetaria en daar willen we wat meer cafetaria gaan spelen, zeg maar. Of meer cafetaria gaan doen en wat minder restaurant. Dat is een beetje de intentie. Dus als je het ziet, als dit het restaurant is en dat de cafetaria, dan willen we de cafetaria wordt wat light. En een restaurant, het moet een luxe snackbar worden waar je gaat uit eten. Ook service aan tafel krijgt. Maar wel één zaak, niet twee verschillende afdelingen meer, zeg maar. Er komt dus een nieuwe eigenaar voor de frietent, maar veel veranderen is nog niet de bedoeling. Bakhuis heeft gezegd dat ze, dat is de afspraak, dat ze niks veranderen. Kijk, kan de leverancier zou kunnen veranderen, maar ze gaan met dezelfde mensen door. De gezichten per zaak blijven hetzelfde. Als die mensen ook voor hun nieuwe werkgever willen blijven werken, dat is natuurlijk altijd de vraag. Maar dat zal de komende maanden zal dat zich gaan zetten. En voor de rest gaan ze niks veranderen. En zeker de eerste 1,5-2 jaar niet. En dan moet je denken aan assortiment of dat soort zaken. En tot slot heeft Le Poutre nog een afscheidswoordje. Ik wil in ieder geval gebruik maken van deze situatie nu we met jullie hier staan. Om onze klanten die al 60 jaar trouw bij onze frikandel of kauwgombal zijn komen halen. Te bedanken voor hun trouw en voor hun klandizie. Want zonder onze klanten bestaan wij natuurlijk niet. En daarnaast natuurlijk ook aan al onze medewerkers voor hun trouwe dienst, waar sommigen 10, 20, 30 jaar bij ons in dienst zijn. En wij hopen en we vertrouwen erop dat wij een goede opvolgers gevonden hebben, zodat zij hier kunnen blijven werken. Dank u wel.